Wist jij dat aftrekken nog nooit gekwalificeerd is om mee te doen aan de Olympische Spelen? Hoe raar is dat? Want als ergens spierkracht en uithoudingsvermogen voor nodig is, dan is het wel trekken. Maar hoe word jij nou die echte master of masturbation? In deze Sexplained geef ik je tips om jouw rukniveau minder ruk te maken. This is a man's world! Ja, we beginnen met een gouden ouwe. Glijmiddel. Met een beetje op je hand trek jij jezelf een stuk soepeler de kamer door. Ook een fijn ritme kan jouw shorkadans een heel nieuwe vibe geven. Zet daarom eens je favoriete nummer op en trek jezelf af op de beat van de muziek. Sounds weird. It's fun! Natuurlijk dan wel klaarkomen tijdens de drumsolo om jouw oerkreet te verbloemen. Sommige jongens of mannen komen vrij snel klaar als ze aan het doe-het-zelfen zijn. Spreek daarom van tevoren met jezelf een aantal minuten af waarop je het sowieso moet volhouden. Bijvoorbeeld 10 of 20 minuten, als het maar langer is dan wat je normaal nodig hebt. Als je voelt dat je bijna komt, probeer jezelf in te houden. Zo train je voor wanneer je duoseks hebt en zal je orgasme ook nog eens intenser voelen. Twee vliegen in één ruk dus. Heb jij wel eens een masturbator geprobeerd? Nee? Dit is er één. Met deze kom jij zeker aan je trekken. Ben jij nou meer van het ouderwetse hang- en trekwerk? Dan heb ik een tip voor je. Duimpje omhoog. En dat is geen sluikreclame om je deze video te laten liken, maar mag wel. Het is een hele goede aftrektechniek. Je doet eigenlijk hetzelfde als altijd, alleen steek je nu je duim erbij omhoog. Hierdoor glijdt je duim over je eikel en eikelrand heen en dat zorgt voor extra stimulatie. Een andere manier is om van je hand een kommetje te maken en deze over je penis heen te plaatsen vanaf de eikel. Dus met je handpalm om je eikel en je vingers over de schacht. Maak dan een op- en neerbeweging waarbij je vingers over de penis glijden en je eikel telkens tegen je handpalm aankomt. Het is wel fijn om hierbij glijmiddel of masturbatiegel te gebruiken. Dan glijdt jouw boot als een kano door de Amazone. Of nou ja, je eigen hand. Voor de volgende techniek moet je de holbewoner in jezelf naar boven halen. We gaan het namelijk goed heet maken daar beneden. Strek je handen zo voor je uit en hou je penis ertussen. Wrijf nu alsof het vuur maakt. Speel een beetje met het ritme, soms wat sneller, soms wat langzamer. Deze vuurmaaktechniek is niet alleen een hete bedoeling, maar ook nog een fijne massage voor je penis. En als je straks komt, heb je je eigen bluswater bij de hand. Een andere techniek is om jezelf met een condoom om af te trekken. Ook dat zorgt weer voor een ander gevoel. En zeker als je condooms gebruikt met bijvoorbeeld een verwarmend of een verkoelend effect. Dan lijkt het net alsof je stomende seks on the beach hebt. Of in een skilift zit. En na afloop hoef je niks op te ruimen. Handyman! Als je jezelf al zo'n 1000 keer hebt afgetrokken, ken je je eigen hand als je broekzak. Experimenteer daarom eens met je andere broekzak. Nee, grapje. Met je andere hand. Dat voelt een beetje gek, maar als je je ogen dicht doet, is het net alsof iemand anders jouw magic fluid bespeelt. Wat je ook kan doen, is eerst een tijdje op je hand gaan zitten, zodat het lijkt alsof je hand slaapt. Nou, we kennen allemaal die scène wel uit American Pie, waar Jim een appeltaart aan het bereiden is. Warme taarten mag je best met rust laten, maar je penis ergens insteken kan wel fijn zijn qua afwisseling. Zo kan je hem een keer bijvoorbeeld tussen twee zachte kussens steken. Wedden dat je zo veel harder komt? Heb jij een andere goede tip om masturbeerkoning te worden? Laat het weten in de comments. Masturbatie is een spannende trektocht. Oefen dus vooral veel. Het is jouw lichaam en je mag daar plezier aan beleven. En wie weet ben jij straks ooit de eerste atleet die mee mag doen aan de Olympische Spelen. Wil je meer tips of adviezen over seks of toys? Check dan ook onze andere video's op ons online magazine.